Vrijlopen, het uithoudingsvermogen. En dan de mensen voor het doel zetten, zodat ze dus een doelpuntje konden maken. Dat waren mijn goede momenten dan, laat het zo zeggen. Was ik een echte goalketter, dan moet ik zeggen, eigenlijk nee. Want iemand die de 24 maakt, dat vind ik een goalketter. Maar ik maakte er zo 10 à 11 per jaar, per seizoen. En ik gaf er ook veel aan. Heb ik een schijnbeweging had? Nou, niet speciaal hoor. Echt niet. Dat kwam zo uit als je dus iemand voorbij moest. Dan deed je wat. Wat in je opkwam, maar niet echt eraan gedacht om het zo te doen. Dat was gewoon een opwelling. Maar ik kwam er wel mee langs. Wat ik er dus van vind, dat de KNVB dat 35, 45 plus voetbal invoert, dat vind ik wel een goede zaak. Er zijn misschien best meer voetballers die dat graag zouden willen. Die wel weer van de stoel afkomen. Die zeggen, nou, op die avond zou ik best willen spelen. Want anders zouden ze dus wel op zaterdag en zondag spelen. Dus ik vind ook de vrijdagavond... Vind ik wel goed gekozen.